Klopt helemaal. Namens mij, namens Frans de telefoon. Merci allemaal. Gefeliciteerd. Ja. Ik ben Jos Martens. Ik ben een liefhebber van het spelen met duiven op de grote fond. Dat heeft mijn hart gestolen. En ik speel uitsluitend met mannelijke weduwnaars, wat in het verleden wel iets anders is geweest. Toen werd ook het spel met de duivinnen op weduwschap gespeeld, maar aangezien de leeftijd toch zijn tol eist en de gezondheid niet meer is wat geweest is, hebben we het wat besloten om wat rustiger aan te doen. Daarvoor spelen we alleen nog met de doffers. We starten het seizoen met 80 weduwnaars. Dat is eigenlijk al meer dan voldoende, zonder daar nog de vinnen bij te spelen. Wij starten met 50 oude doffers en 30 jaarlingen. En daar proberen we het seizoen mee rond te komen. Dit is binnen de afdeling Limburg. Een zestal vluchten en het ZDLU gebeuren. 7 stuks, dat zijn op een zeer korte periode eigenlijk toch wel een druk programma. En dat vind ik dus voldoende om daar mijn aandacht op te vestigen en dit op een goede manier af te handelen. Dit is eigenlijk mijn hoofddoel. In 2015 hadden we onze tweede internationale overwinning met een zeer hoge snelheid. En ja, toen werd eigenlijk geopperd dat dit eigenlijk duiven waren wat het zware labeur niet aan zouden kunnen. Het seizoen 2018 is van die aard dat onze duiven niets gespaard zijn gebleven en dat ze iedere week dat ze aangespeeld zijn, inclusief de zware vluchten, allemaal met zwaar weer hebben moeten naar huis komen. Het prijzenpercentage wat dit jaar gerealiseerd is zeer hoog. Ja, dit was eigenlijk voor mij wel een bevestiging dat de duiven waar wij mee bezig zijn, dat die dat heel goed aan kunnen. We zaten met een groepje vrienden te passen en daar werd over en weer gesproken, de meldingen. En toen waren de eerste meldingen gemeld met snelheden. Nou ja, en er was eigenlijk, men was de mening toegedaan. Tot als er een vroege duif moest komen, dan moest dat toch wel uit de westkant zijn. En als bij een donderslag bij heldere hemel, precies uit de richting, pats, en daar was die er. En dat was een belevenismoment. Dat zou eigenlijk iedere duivenmelker een keer moeten meemaken. En dan kreeg men natuurlijk de spannende uren nadien. Het moment van de overvlucht. Komen die matadoren in de overvlucht nog over ons heen? Hoe lang verstrijkt de tijd? Hoe lang nog? Met al deze dingen is men toch een aantal uren bezig. En als dan het bevrijdende tijdstip is aangebroken, ja, dan is de euforie compleet. Zo. Kom maar, mannetjes, kom maar. Kom maar, kom. Kom. Zo. Dit is een van de hokken van de oude weduwnaars. Hier zitten 12 stukjes op. En die zijn dit jaar gebruikt voor de vluchten Saint-Vincent, Po en voor Perpignan. Ik speel het liefste per hok, per vlucht. Aan de andere zijde, daar zijn 3 spoednikken naast elkaar. Die zijn ook bestemd voor oude duiven. Dat is een partij die is geweest voor Barcelona. 1 partij is geweest voor Bergerac Cahors. En daar zijn dan de jaarlingenhokken. Die zijn aan die rechterzijde. En die worden gebruikt voor de afdelingvluchten. De jonge duiven, dat is dit hok wat bestaat uit 2 afdelingen.
En daar zitten de vroege en de late jonge duiven op. Het garagehok, dat is het hok van voorjaar. Dat is het hok dat bestempeld is voor Agen en Marseille. En zo probeer ik ieder jaar een nieuwe indeling te maken in de groepen duiven waar die naartoe gaan. En dat kan op het laatst van het seizoen wel eens een beetje veranderen, tot van een aantal hokken duiven bij elkaar gepakt worden die op dat moment de beste conditie hebben, die wat dan de vluchten moeten afwerken. Dit is nou de eerste internationaal Perpignan 2018. In dit jaar is dit zijn derde pronkstuk waar hij aan toe is. Hij heeft van Saint-Vincent een 21ste nationaal gevlogen en van Po de 38ste nationaal. Deze doffer, krasgeselpte doffer, langs één lijn is het uit mijn stamdoffer de Jef, wat een combinatie is uit duiven van gebroeders Kuipers uit Neer en Joop Boesters uit Elslo. Naar de andere kant toe is het vanaf mijn vriend Theo Daalmans uit de lijn van zijn Irunia eerste nationale winnaar uit 2007. Het is ook een kleine donkere krasdoffer, gelijk zijn grootvader. Hij is klein en fijn in de hand, goed gepluimd, zacht van pluim. En na 2 dagen vliegen is hij in gewicht iets verminderd, maar hij is niet totaal ingevallen en heeft nog een frisse uitstraling.